Ja, ik denk dat je er zeker wat aan hebt als zijn dat je broers e-sporters bent bij VV Venlo, ja. Ik denk dat de mensen ons beschrijven, ja, iedereen ziet ons natuurlijk als de broertjes van de E-divisie. Verder denk ik dat we wel hele rustige jongens zijn. In ieder geval, in de E-divisie zijn we nog redelijk rustig. Ik denk dat het thuis wel anders gaat, zeker met mijn broertje. Vroeger speelde je natuurlijk FIFA gewoon samen, echt altijd tegen elkaar, want dat was echt het dingetje gewoon, je wilt tegen elkaar spelen. En vroeger was ik natuurlijk de oudere broer, dus ik was eigenlijk altijd wel beter. Maar ik moet zeggen dat die laatste jaren wel een stuk beter is geworden en dat ik ook wel mijn verliespartijtje heb meegemaakt. Vroeger ging je nog voornamelijk, weet je wel, gewoon voor de lol met vrienden FIFA spelen. En dan nu ineens gewoon de switch naar professioneel gamer zijn. Nu heb ik het wel beter opgepakt, voor mijn gevoel dus. Ja. Sandro was het eigenlijk super nieuw, want hij had nog nooit van een professioneel speler had hij ooit tegen gespeeld. Dus je weet niet hoe dat is. En voor mij was dat heel anders. En ik had echt al een half jaar tijd om gewoon echt in die scene te komen. En ik voelde me ook een professionele speler. En ik denk dat voor Sandro heel anders was. Ja, ik neem wel tips van hem aan, al zeker. Ja, ik denk dat je er zeker wat aan hebt als zijn dat je broers e-sporters bent bij VV Venlo, ja. Ik denk dat je wel altijd iemand bij je hebt die je begrijpt en iemand die je ook steunt daarin. En soms is het wel lastig, bijvoorbeeld voor ouders of familie, die begrijpen dan niet van ja, moet je dan weer potjes gaan spelen. Maar Sandro, ja, die weet waar het om gaat, ik weet waar het om gaat en we moeten gewoon die potten knallen. We spelen FIFA niet zeg maar in één kamer of twee's naast elkaar, maar we zitten echt beide in onze eigen kamer. Ja, soms horen we elkaar wel juichen of met een controle gooien soms. Dat hoor ik vaker, denk ik. Ik denk dat onze band ook echt versterkt is sinds we samen e-sporters zijn. Kijk, we komen overal samen en dat heb je dan natuurlijk wel minder als je niet dezelfde sport beoefent. En nee, ik denk dat je als broers zijn, dan gun je elkaar alles. Als je broer er zit, dan voel je ook een stuk zenuwachtiger. En je wilt echt gewoon dat hij alles geeft en dat hij gewoon wint. Dus als er een mooie uitdaging komt voor hem, dan gun ik dat natuurlijk van achter, ja. Tuurlijk, als er bijvoorbeeld een club komt en hij gaat naar een grotere club, dat je wel een beetje jaloers zou zijn. Maar je bent wel blij dat hij zo'n stap mag maken dan. Misschien kunnen we wel samen gaan. Ja, misschien. Ja, het zou een mooie vergelijking zijn met Frank en Ronald de Boer. Maar voor nu zijn we gewoon nog Sandro en ik en willen wij onze eigen geschiedenis neer gaan zetten. Wil jij dit gekke VVV-shirt nou winnen met alle handtekeningen van alle spelers? Ga dan naar eDivisie.nl/KPM.